Alan Crumble. Maar ook dat ik een vochtige lip heb. Wat is dat nou? Misschien niet zoveel. Een brandweer. Die zijn waarschijnlijk ook die Amerikaanse vliegtuigen. En niemand mag komen. Ja, US Air Force. Ja. Dat is een radarvliegtuig. Wat is dat dan? Die gaat geloof ik op 15, 20 meter de hoogte. Een beetje maximale kijken wat er in de buurt wordt uitgespookt. Toevallig nog een boze irrigation vliegtuig hebben gegeven. Dat zijn vliegtuigen die vaak heel lang in de lucht blijven, geloof ik, 20 uur achter elkaar of zo. Lekker, hè? Ik hoop over 9 uur nog steeds. Ja. Ik zou wel recht gaan zitten als we stijgen. Wauw, ik ga maar helemaal even de eruit aanhouden. Wat ben je nou aan het filmen? Nou, gewoon. Ik ben ook aan het filmen. Draaien naar de zee toe. Yep. Hij zei net in het Engels dat het zo lang duurt omdat ze geen rugwind hebben, maar ja, dat was dus blijkbaar al bekend. Het ticket stond ook al dat we zo laat vandaan komen. Dus dat zijn 9 uur of zo. Ik dacht dat het nooit te druk kunt hebben. Ja, maar hij zei, het is wel erg lang. Ja. Maar het stond al op een ticket dat zo lang. Ja. De wolken hangen allemaal op één rij, zie je dat? Daar is het. Lijkt wel net. Ze weggespoeld. Nou, daar gaan we.
wat minder. Buiten zit een beetje